Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Spoiler Alert, de nieuwe podcast van Numrush over Formule 1. Mijn naam is Marjolein Kamphuis en tegenover mij zit Johan Voets. En we gaan het hebben over de Grand Prix van China. China, ja, ja. moet je ook even ja. nadenken? denken? <laughs> nee, ik zal in mijn hoofd <laughs> heel bij Bahrein, dat is ook alweer volgende week. Dus dat... Ja, er zit weinig tijd tussen ja. deze week. Dus volgende week zijn we er weer op nou. ditzelfde tijdstip. Ja, wat jouw tijdstip ook mag zijn dat je deze podcast wat luistert. Ook mag zijn, dus podcast. leuk dat je luistert. Leuk dat je luistert. Hé, hey, we gaan het hebben over de Grand Prix van, uh, van China. Het tweede Grand Prix van uh, dit Formule 1 uh, seizoen. Hele spannende race volgens mij. Ja, zeker Ik wel. Ik denk dat mensen thuis wel uh, zich vermaakt hebben. En uh, niet, niet in de laatste plaats, omdat Max Verstappen natuurlijk weer een uh, podiumpje wist mee te pakken. Maar bovenal weer een uh, fantastische inhaalrace uh, liet zien. Maar dat had uh, wel wat voeten in de aarde. Want uh, zijn kwalificatie was uh, allerminst uh, goed. Sterker nog. Um eerst eerste paar dagen, want ze beginnen natuurlijk altijd te testen daar op, uh, op vrijdag. En er waren helemaal geen tests, omdat de nee. er mist was. Ja, er was, er, er was in plaats van free practice, was fuck practice dit jaar. Er was <laughs> gewoon niks, niks te beleven inderdaad. Nee, en dat is best wel vervelend, want die auto's die zijn uh, spiksplinter nieuw. Dus die hebben nog helemaal niet zoveel kilometers erop zitten. Dus nee. iedereen loopt iedereen een beetje in de interviews Ze zeggen ja, we moeten de auto nog een beetje tunen en nog een beetje afstemmen. En hij is nog niet helemaal naar mijn zin. <clears throat> dus dan was het best wel zuur dat die auto's gelijk een dag niet konden rijden. Ik hoorde Rijkonen die wederom eigenlijk een hele slechte race had, na afloop zeggen van ja, de, de afstelling van de auto is nog steeds niet goed. En we konden ook niet testen vrijdag. Mm. En, ja, nou, je moet wat. En, en ondertussen wordt hij nu inderdaad uh, aan, het, uh, aan, aan het hemd ondervraagd vanwege zijn vormen. Dus dat is uh, een ja, ander Hij is natuurlijk de oudste, hè? de oudste van, uh, van alle kleurs. Ja? Hij is, nee, is 37. Ja, ja, ja. Hij is uh, op, opaartje Raikkonen. Ach je. Hij is twee jaar ouder dan ik, maar goed. <laughs> um, goed. Maar um, er werd dus niet getest. En uh, toen er eindelijk wel gereden werd op zaterdagochtend. Um, ja, was het voor onze Nederlandse Formule 1-fans snel afgelopen. Want um, ja, Max was in Q1 al klaar. En ik vond mij dat iedereen zijn zaterdag redelijk vergald was vroeger gelijk, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat was heel snel afgelopen. En um, dat was ook nog eens dikke vette pech, want wij had natuurlijk nog één vliegende ronde kunnen maken en gewoon door kunnen zijn. Ja, en toen uh, was er een of andere uh, Italiaan. Ja. Die, uh, die dit weekend twee keer bijna exact dezelfde fout maakte. Nou ja, dat, dat is. Uh, en zijn teamhoud uh, ook nog eens. Dus dat is. Uh, die, die Saubers hadden het niet zo heel erg op die natte plek daar op het rechte stuk. Nee, ja, we hebben het natuurlijk over, uh, over Giovinazzi. Giovinazzi. En uh, kijk, ik weet niet uh, onderaan de streep. Uh, of hij het gehaald had. Want hij was niet heel erg hard bezig om zichzelf heel veel te verbeteren. Ik weet niet hoeveel hij heeft moeten remmen uiteindelijk uh, in het hele verhaal. Nee, en. Achteraf las ik ook ergens dat het nog best een voordeel was. Dat hij, dus uh, niet nog even los van het feit dat hij weer even een briljante inhaalrace kon rijden. Waar wij als kijkers allemaal ontzettend van genoten hebben. En ik zag ook alle internationale media weer gewoon alleen maar stilstaan bij die eerste ronde van Max Verstappen. Wat wij zo ook even gaan doen. Um, maar het had ook als voordeel dat zijn banden nog best wel nieuw waren. Hij had uh, nieuwere banden. En dat kwam later goed verpast. Zeker, ja. Hij vernachtelde nog en heren, een paar. Nou, welkom bij de cursus Omdenken met en Kampers. Ja, nou, ja. positief denken. Nice. Nee, maar dat is wel waar. Hij had het nieuwere banden dan de rest van het veld. Omdat hij dat... maar één uh, kwalificatieronde uh, uh, had gereden. Of één uh, uh, stint. Ja, anderhalve stint ongeveer. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus achteraf was dat nog best wel een voordeel. Ja, eens. Um. Die, die overnatie was er overigens. Dat veel mensen die ze ook afvroegen waar blijft Werlijn toch uh, in hemelsnaam? Pasco Werlein heeft natuurlijk die crash gehad waar we het vorige week al even over hadden. Voor de vorige mm -hmm. uitzending. Dat was niet vorige week. Maar de vorige uitzending. Uh, die crash tijdens dat raceprogramma. Wat ze in januari hebben gedaan. Mm -hmm. uh, waar, waar we nog zeiden van vroeger gingen ze skiën. En maakten ze daar een, een geval. Hij heeft daar best wel een boel klap gemaakt. Blijkt nu toch wel. Want uiteindelijk blijkt nu. Dat is er buiten gekomen. Dat hij een van zijn uh, nekwerf was. Volgens mij gebroken of gekneusd in ieder geval. Ik vind dat helemaal niet erg. Ja, wel voor Werlijn. Ja, ja. <tik> Heel vervelend voor Ja. Heel vervelend voor maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het altijd wel leuk om van die enorme, enorme, ja, epic failures in de Formule 1 te hebben rond. Je bedoelt, de dus nieuwe Gutierrez is opgestaan. Vroeger had je Pedro Diniz. Ah oh ja, Diniz had je ook Dat was ja. ook zo'n brokpiloot En uh, je had Ukio Katayama. Ja, ja, had een heleboel. heleboel ja. Je had een heleboel, ja, nou, überhaupt was de Formule 1 vroeger veel uh, foutgevoeliger Ehm um, uh, auto's gingen sneller stuk, maar je had ook meer coureurs die stomme foutjes maakten. Ja. Uh, ik noem een uh, Jos Stappen. Um, die, uh, ja, die, die daarmee wel voor wat spektakel en wat opschudding in, uh, in de race zorgden. Zeker. Alleen in dit geval was het best wel jammer. Want um, ja, tijdens de race, en we hadden zeg maar één rondje erop zitten, en vrij snel kwam toen de eerste safety car. Ja. En toen was die weg. En toen ging Giovinazzi inderdaad weer op de, ja. op de, in, door, door de plassen. Op het rechte stuk. <laughs> en toen hadden we een tweede safety car. Ja. En dat haalde in zekere zin een beetje de spanning uit de wedstrijd. Dat bij de, um, bij de eerste safety car. Vettel gelijk naar binnen dook ja. op sliks. Want we hadden natuurlijk te maken met een opdrogende baan. Iedereen had het erover. Gaat het nou regenen? Gaat het nou ja. niet regenen? Uiteindelijk. De baan was nat toen ze begonnen. Er was er eentje die startte op, uh, op sliks. Mm -hmm. Dat was Sainz. Dat heeft je ook geweten ook Dat heeft hij geweest. Gaan. Want die schoof alle kanten op. Ja. Wel dapper. Um, Vettel die dook bij de eerste safety car gelijk naar binnen. Om ook sliks te gaan halen. Ja. Dat had voor hem een gigantisch voordeel kunnen zijn. Sterker Zeker. nog, ik denk dat hij de race had kunnen winnen. Waren het niet dat Gio er dus uh, opnieuw vanaf klapt ja. op het rechte stuk. Ja, ja. En uh, echt zo'n beetje de hele de top vijf. Uh, want het, de Achterhoede had eigenlijk tegelijk met Vettel gepit. Alleen de, de Red Bulls en de Mercedes en de andere Ferrari niet. Die duiken allemaal naar binnen. Ja. En uh, dan is iedereen weer bijgetrokken en rechtgetrokken. Dan het spel weer recht gaan. Maar ja. voordat we daar komen, want dat is misschien ook nog even naar uh, ja, kijken. Even, even naar de start. Laten la, uh, we die start even bijpakken. We zaten allebei uh, weer te vloeken op, <laughs> op die Duitser in die rode auto. <laughs> Wie de fuck is, denkt Vettel nou wel weer dat hij is? Ja, dat voorsorteren is toch een hele andere regel in ja, die Duitsland. Stond echt, ik heb nog nooit een Formule 1 auto zo op de krit zien staan. Zag er zo raar uit? Nee, nou, ja, ja, ik ook niet. En ik, ik ben natuurlijk een groot gelijk naar jij. Alleen uh, wat blijkt nu, dat is al een keer eerder voorgekomen. En het is inderdaad een, uh, in Japan vorig jaar. Ricardo is ook het hoog gestart. Ja, maar dat was van tevoren aangevraagd. Exact. En dat ja. is een beetje nu dat er een wat discussie leidt. Waarom ging Vettel daar staan? Uh, hele logische afweging. Hij ging namelijk beter voor het droge stuk van de baan staan. Hij wist natuurlijk dat als hij verderop, als je een goede start hebt, dat die verderop dan in het drogere gedeelte. Niet in een plasje van de jongen natuurlijk. Ja, staan. precies. Ja, ik wil niks weten over. Nou goed. Um, uh, hij wilde uh, per se zorgen dat hij daar rechtdoor door kon. Uh, en over het stuk natuurlijk zijn voordeel kon pakken. Ja, maar dat is leuk en aardig, maar dat willen we allemaal wel. Dat is ongeveer dezelfde reactie die Christian Horner uh, later vandaag, uh, uh, op maandag na de race, nog heeft laten, laten gaan. Uh, richting de Via ook. Hij heeft daadwerkelijk uh -huh. nu ook gezegd: van jongens, we moeten die regel gaan aanscherpen. We moeten daar een scherpe regel van maken, laten we het zo zeggen. Want het schijnt nu op dit moment eens een regel te zijn. Ja, de, de regel is nu dat. Er is um, geen regel. Nou, de regel is dat je op je plek moet gaan staan tijdens de start. Hmm. Het is bijvoorbeeld ook zo, als er auto's uit de Pitstraat moeten starten, moet je alsnog gewoon op je eigen starttreepje uh, gaan staan. Ja. Uh, maar er zijn ook allemaal weer regels voor wanneer je wel mag doorschuiven, wanneer je niet mag ja, doorschuiven. Maar, dit maar, dit is... maar het is wel. Je weet precies op welke plek je moet staan. En als er een auto verkeerd staat, dan krijgt hij of later een, een penalty. Of, uh, of maar start wat, wordt wat zelfs we Wat we vorige week meegemaakt hebben, is dat inderdaad, volgens mij was het. Ericsson uit mijn hoofd, die mm. een stapje te ver door is gereden. Ja. Toen is het hele zwikkie nog een keer een rondje gereden om opnieuw te formeren. Uh, ja. Dus dat zie je ook gebeuren. Maar wat jij zegt is een, is een terechte opmerking. Het is een startstreep. En uh, waar ja. wij het al voor de podcastopname even over hadden. Is het een streep? Of is het een box waar je in moet staan? Is het een, is het een soort nou, van nou, er vierkant? er zitten ook twee kleine streepjes aan de zijkant. En ja. mijn, mijn idee was altijd, je ziet ook auto's Sowieso, je moet niet op die streep gaan staan. Want die streep is wit, is verf, is glad. Dan heb je geen grip, kun je hm. niet goed starten. Dus je ziet sowieso dat dat gemeden wordt. Maar wat Vettel nu deed, is die twee dwarsstreepjes eigenlijk helemaal ver, vermijden. Ne negeren ja. En als ik het goed heb begrepen, had het niet eens zozeer met, met de natheid van de baan te maken, maar vooral het feit dat die die twee witte zijkantjes wilde vermijden. Okay. Omdat Dat. Glad gedeelte was. Hmm. Waarop ik dan denk, ja, uiteindelijk had hij er geen voordeel van. Hij pakte niet uh, de, de leiding, hij verloor geen plek, hij, het nee, was gewoon om uh, nee. uh, um het even. Um, hij, het, de situatie is even onder in, investigation geweest. Er kwam vrij snel een melding in beeld. Uh, van we gaan het toch even onderzoeken waarvan ja. ik meteen dacht van nou dat is een penalty dat kan niet anders ja. maar die werd uiteindelijk niet gegeven Tot. en nu blijkt inderdaad dat die regel gewoon heel uh, vaag is dat de via zegt we gaan er vanuit dat iedereen uh, soort van op zijn goede plek gaat staan ja. Zijn um, gezonde ja. verstand gebruikt. Ja, zijn gezonde ja. verstand gebruikt. En, en, en Horner van Red Bull die heeft nu inderdaad gezegd. Van ja, ho oh, zeven. Ik wil weten hoe dat zit. Want uh, als dat zo is dan. Uh, ja, Dan nou, ken ik we, er ook nog wel een paar. Laten we erop stellen dat hij daar. Uh, ondanks het feit dat hij misschien geen droomstart had. Wat natuurlijk wel degelijk zijn voordeel bij heeft gehad. Want met later inremmen, uh, met sneller op kunnen trekken. Dat zijn natuurlijk allemaal voordelen die je meeneemt in zo'n start. Getuigen uh, getuige daarvan was de start van Carlos Sainz natuurlijk. Uh, hoewel hij het een beetje op zichzelf heeft afgeroepen met slicks, Maar uh, uh, dat geeft me aan dat... Het het voordeel van uh, goede grip hebben bij zo'n start... natuurlijk van cruciaal belang is. Ja, dat is, uh, uh, ja, goed, dat is nu even de vraag. Ik verwacht wel dat de via daarop gaat reageren. Zeker als het een, een, iets is wat in het verleden als eerder is voorgekomen. Dan is het gewoon tijd om daar een regel uh, van te maken. Zo simpel lijkt het mij wel. Dus ik vind het ook een beetje... Het is ook gesteek van die teams onderling, hoor. Het is. Kijk, ja, ja, het, ja het, Ferrari staat er natuurlijk onbekend. Dat is altijd. überhaupt. Vettel staat er. Hamilton staat er onbekend. Zijn wel echt een Ze hebben echte zeurpietjes. Ze hebben altijd wat te zeuren. Het beste kun je dat via je team laten lopen. Wat formeler en meer kans van slagen. Maar het, het, het op zich valt mij op dat de sfeer onder de creurs echt super sympathiek is. Mm. In tegenstelling tot het einde van het vorige seizoen. Is er echt een soort uh, klapje op de schouder hier, supergezellig <laughs> daar. Ik zie Vettel en Max verstappen en ineens dikke vrienden in de afloop van de Zeker. race met elkaar. Uh, <laughs> Even een babbeltje maken. Hamilton, die is bijna op het punt dat hij Max zijn naam kan onthouden, hmm. maar nog net niet helemaal. We nou, zeggen gewoon veel naar de doet. Maar die teams onderling, die zijn natuurlijk wel zo uh, slim dat ze weten dat je in dit deze fase van het seizoen al je punten moet sprokkelen. Ja. En Um, dus wordt er wel degelijk, en niet alleen je punten, maar ook je... De straffen over en weer en de rechtsgeldigheid. Want jij gaf aan dat ja. uh, Ferrari nu ook onder vuur ligt. Ja, dat is, ik, ik vraag me af in hoeverre dat. Ik heb het op een aantal sites nu terug kunnen vinden. En Rob Campus begon daarover in de, de, in de ochtend voor de race. Uh, in de voorbeschouwing. Dat Ferrari, uh, sorry Mercedes zou in aanloop van de race geklaagd hebben bij de FIA over uh, zowel de bodemplaat als de front wing van de Ferrari. Dat die flexibel zou zijn. En uh, uh, ja, goed. Het schijnt zo te zijn dat uh, de air intakes op die voorvleugel. Ik het niet te technisch maken. Dat kan ik niet eens. Uh, maar die voorvleugel, die schijnt uh, waar andere auto's een rechtdoor laten, de wind erin laten komen, gaan ze bij vrij, gaan ze kruislinks. Mm -hmm. uh, dat geeft sowieso een iets andere uiterlijk. Mm -hmm. Maar volgens um, Mercedes, en wat ook te zien is op de beelden, als je echt uh, de, de driver seat zeg maar, hebt, de onboard camera, mm -hmm. dan zie je echt daadwerkelijk op de voorvleugel zie je een, een de side-element omhoog en omlaag klappen. Ja. Of dat kan door de wind komen, door die kruislinkse ja. luchtdruk ja. die erheen komt. Of dat of wordt of van afstand gestuurd. Door dynamische, nou, door, door die dynamiek yeah. inderdaad, dat er flexibele onderdelen ja, en zijn. Dat mag. En dat, dat mag inderdaad niet. Dat mag dus niet. Um, dus uh, dat, dat ligt nu bij de FIA. Zijn er terra. nu officieel protest van? Nou, ik heb er nog niks van teruglezen op de site van de FIA. Dan wel bij Mercedes, dan wel bij Ferrari. Ja. Rob Campus heeft het aangegeven. Het is door een aantal nieuws ook overgenomen. Ja. Maar officieel heb ik er nog niks van gelezen. Het andere dingetje was inderdaad de bodemplaat van de Ferrari. Ja. Um, ja, als je de slow gaat terugkijken van al die auto's. Dus dan zie je dat die bodemplaat iets wat losser ligt. Wat natuurlijk weer zorgt voor meer downforce. Mm -hmm. uh, wat weer uiteindelijk zorgt voor meer grip. Maar ja, het, nogmaals, als je al die sloma's gaat kijken. Ja. Het zijn niet de dingen die allemaal 2017 nog even makkelijk uh, mee aan de haal gaat als, als valspelen. Uh, in de voorbeschouwing bij Ziggo haalden ze ook de situatie aan met um, de tijd dat Schumacher samen met. Is dat Irvine? Nee, um, dat jello? Uh, nee, die andere Britse coureur, volgens mij. Irvine. Ja, wel Irvine. Bij mm -hmm. Ferrari ook mm heet. -hmm. Um, dat ze uh, toen inderdaad ook ja, zeer onder de loep zijn genomen... dat uiteindelijk de regels zijn aangepast. Omdat Ferrari een tweak had gedaan op de auto... die buiten de specificaties viel. Toen heeft ze via de regels aangepast. Uh, en dat werd natuurlijk nog aangehaald in het programma. Van, ja, het zal me niet verbazen dat het hier nu weer gaat gebeuren. Ja, ik kan me dat nu niet meer zo voorstellen. Want weet je, dan praat je over volgens mij 2005 die tijd. Zo'n beetje, 2004 misschien. Misschien nog wel langer geleden. Uh, toen lag het allemaal nog niet zo onder de loep zoals het nu ligt. Als je nu kijkt, we zien in HD... Zien we, bijna de, we zien bijna de olie door de motor heen spuiten. Nou. Ik kan me inderdaad die situatie wel herinneren bij Ferrari. En daar zijn echt flinke straffen voor uitgedeeld. Mm. Dus um, even een kleine rectificatie. Urvan is een ier trouwens. Ja, ja, ja. Like. Um, maar dat is wel degelijk het geval. En ik ben met je eens uh, op tv uh, is nu voor ons amateurjournalisten... en ook de professionele uh, autojournalisten... Um, veel beter dit soort specificaties doen. Te ontdekken waardoor de media zo'n verhaal aan kan uh, zwengelen. nog voordat een team officieel bezwaar kan maken. Maar aan die auto's zitten ontzettend strenge reglementen. En het is. Aller. Uh, zeerst, hoe zeg je dat? Allerzeerst. <laughs> opmerkelijk. hoe snel de Ferraris natuurlijk nu zijn. Ja. Die doen gewoon mee met de Mercedes'en. En, en uh, die komen een heel stuk voorwaarts. Dus dat. Ja, daar is, hey, dat, daar, dat, er zijn dingen in verbazing. die auto. Ja, en, ja. En, en ik kan me best voorstellen dat daar op dit moment uh, veel teams met verbazing naar aan het uh, kijken zijn. Vroeger was het ook altijd zo dat die, team, die auto's die waren gewoon het hele weekend zo'n beetje afgeschermd. Ja. En er uh, lag gewoon een, een doek overheen. <laughs> Je kan die pitbox. Niet nee, dat, in. Dat, was een leuk, dat was een leuk grapje dan voor social media inhaken. Force India kwam met de nieuwe auto, uh, kwamen ze het circuit van China oprijden. Mm -hmm. uh, dat gebeurde die wagens zijn natuurlijk super licht. Dus dat deden ze door middel van een steekwagentje. Omdat het natuurlijk geen trainingen waren, vrijdag was de meligheid nogal hoog bij alle teams. Mm -hmm. Dus uh, Mercedes maakte een foto van de nieuwe Force India auto die in een grote houten Doos. <laughs> Dikke, timmet het, zeg maar het circuit overgereden werd. Waarbij Mercedes een foto maakte van die grote houten doos met die steekwagen eronder. En hem twitterde met, de bijst, met het onderschrift. Mm, Nieuwe Force India. Ik weet het nog niet zo met de aerodynamica, jongens. <laughs> ziet er een beetje log uit. Uh, ja, dat geeft ook wel een beetje aan hoe de sfeer ja. vrijdag was. Nee, maar goed, het, uh, uh, ik denk, ik ben het inderdaad met een je eens. Uh, zolang het nog niet officieel is, uh, nee. verwacht ik ook dat het een beetje in die. Nou, het zou, het zou mij niet verbazen. Het zou mij niet verbazen als er toch. Uh, het zou me niet als die grenzen worden opgezocht, inderdaad. Maar het zou niet verbazen als inderdaad hetgene wat wij zien een gewoon heel slimme uh, oplossing is van Ferrari uh, door middel van nou, ja, de aerodynamica. Als het, uh, als het rechtmatig is, dan. Uh... Dan horen wij dat vrij snel, inderdaad. Ja. Dan, uh, dan, dan hebben ze er goed aan gedaan. Maar het geeft aan hoe de schaduwwerelden opereren. Aan de ene kant heb je inderdaad de goodwill uh, high fives. Uh, je ja, mag wel merken, er is heel veel veranderd aan die auto's dit jaar. Het ja. is voor het eerst dat er dat echt zulke rigoureuze uh, mogelijkheden waren om de auto breder, langer, groter, aerodynamischer te maken. Ja. En ja, ik denk wel dat ze daar. Het valt me al mee, als je kijkt hoe de auto's eruit zien, zijn ze allemaal nog redelijk hetzelfde. Um, dat er niet meer. Uh, we hebben in het verleden al hele rare spoilers. En, uh, Jazeker, ja. en, en zijwieltjes. En ik weet niet <laughs> wat we allemaal gehad hebben. <laughs> zijwieltjes, dat zou wat zijn voor Giovanni, <laughs> Of een stroll. Um, dus uh, dus maar, even, we gaan het mee. Maar alle cursussen hebben dingen... wel plezier weer in de races. En dat is wel leuk om te horen. Dat ja, is zeker. wel Hamilton, Vettel, Verstappen, uh, Ricciardo. Iedereen die je hoort ja. na de race. Opvallend genoeg wel allemaal mensen uit de top 10. Maar iedereen verklaart dat die auto's uh, hartstikke, nou, hartstikke en, goed uh, rijden. En wij ook. Want uh, Max Verstappen die startte dan wel op een 16e plek. Maar naar wel geteld één ronde, na wel geteld één ronde lag Max Verstappen zevende. Ja, hebben we een, uh, een run-through? We... Ja, ik heb, ik, heb even, ik heb het filmpje er terug zitten kijken. Ja. Ik, heb, ik, heb echt, ik heb het echt. Ik heb Ik zeg je driftig krabbelen net. Dus ik heb de onboardcamera van Max Verstappen. Ik denk een stuk of twaalf keer achter elkaar teruggekeken. Want het is <laughs> fascinerend. Je denkt dus, um, hij. Uh, hij pakt heel veel mensen bij de start of zo. Dan heeft hij er meteen acht of zo en that's it. Maar dat is dus niet zo. Hij pakt dus een In de eerste, Op de startpositie pakt hij er gelijk drie... Dus bij het aanremmen van, van de bocht aan het einde van de start... heeft hij er al drie te pakken. Um, hij had best wel mazzel dat hij tussen een groepje mensen zat... die ook allemaal best wel snel waren. Dus hij kon eigenlijk met die mensen meebewegen... naar, uh, naar de voorkant van het veld. En er waren een aantal die, waren, die hadden gewoon een hele slechte start... en die laat hij, laten ze echt allemaal links, rechts, achter zich. Eerste bocht, buitenom, pakt hij er nog een. Tweede bocht, uh, binnenkant... Pakt hij er nog één? Dat was een chicane, vlak achter elkaar. Dus hij pakt er twee in de eerste twee bochten direct na het korte stuk. Turn vijf gaat hij buitenom. Pakt hij de twee tegelijk? Fantastisch. Echt voor mij betreft een van de mooiste. Dan wordt het wat moeilijker. Dan zit hij achter Alonso. Daar heeft hij iets langer voor nodig. Pas redelijk aan het einde van het rondje in bocht acht. Ook buitenom. En dan moet hij massa nog pakken. En dat doet hij in uh, de bocht die direct daarna komt. Aan de binnenkant ja. wederom. En dan moet massa die moet ook een beetje ruimte voor hem maken. Maar hij stuurt er gewoon keurig doorheen. Nou, en dan komt start finish weer. En dan komt er een safety car. En heeft hij negen mensen ingehaald. Ja, ja dan gaat Hulkenberg voor aan de kant. Hè? En die gaat de pits in. Ik, het, is, het is fascinerend. Het is echt. En dan daarna, want je vraagt je echt af. Hoe, hoe, waar komen al die plekken vandaan? En ik zei het geloof ik tijdens de race. Ook al dat ik het eigenlijk maar één man ooit eerder heb zien doen, en dat was Michael Schumacher. En ik was nooit een heel groot Schumacher-fan, um, maar ik kan me wel herinneren dat ik die races keek en dat ik dacht: die man komt altijd weer ergens <laughs> bovendrijven. Weet je, hij kan achteraan gestart zijn. Ik, ik heb het al vaker gezegd: ik was fan van Mika Hakkinen. En dan startte Schumacher helemaal achteraan. En dan dacht je, nou, hè, hè, Eindelijk, wereldkampioenschap is een zak. We hoeven we ons niet meer zorgen te maken om Max Schumacher. En als een duveltje uit een doosje kwam hij dan toch helemaal weer terug in de top drie. Dat je ja. dacht, hoe kan het? Waar haalt hij de seconde vandaan? <laughs> Waar haalt hij de, de inhoudacties vandaan? Ik snapte daar geen zak van. En, en, ik, en, en Max, die doet nu gewoon eigenlijk precies hetzelfde. Want in... Uh, tijdens de safety car mag je natuurlijk niet inhalen. Maar um, er gaan er twee pitten. Vettel, en Fiat, die duiken allebei de pits in voor sliks. Pakt hij er nog vijf? Ligt hij vijfde? Vervolgens pakt hij Rijkone En daarna pakt hij zijn teamgenoot. Ja. En dan ligt hij uh, tweede. Ja, ja dat kan toch niet? Oh ja, en dan, Ik vind dat bizar. En dan verdedigt hij die tweede plek met hand en tand. En, en dan heeft iedereen het over de, uh, de kwaliteit van de Red Bull. Wat natuurlijk heel erg in discussie is. Hè? Is de auto vergeet, snel niet, genoeg? vergeet niet dat dit een van de snelste circuits van het, uh, Zeker. Van het seizoen was. Zeker. Echt ja. een van de aller-aller snelste. Met twee enorme, echt grandioze lange rechtstukken. En uh, je ziet het gewoon als je naar de topsnelheid uh, kijkt in de Formule 1-app tijdens de race. De topsnelheid van de Red Bulls is lager dan die van de Red Bull uh, ja. en van de Mercedes. Van de vraag in de Mercedes, naast Sorry, van de Ferrari en van de Mercedes. Dan heeft iedereen inderdaad over de, de slechtere kwaliteit van de auto. Nou, dat kunnen we dus inderdaad zien in de praktijk, vooral op die lange rechtstukken komt dat heel duidelijk naar voren. En dan, de mensen vragen zich af van ja, de, even vooral de duidelijkheid... als op het moment dat, dat Verstappen dus uh, iemand inhaalt... en het zijn winst, op het moment dat hij wordt ingehaald... ligt het aan de auto. En ja, dat is zo. Uh, want door de bak genomen, de enige reden... waarom dat Max Verstappen wordt ingehaald op dit moment... is omdat hij minder auto heeft. Want zou die, dus, zou die in een Mercedes zitten op dit moment... denk ik echt oprecht dat hij gewoon Hamilton het leven heel zuur zou maken. Nou, in elk geval denk ik dat ze bij Mercedes nog wel spijt zullen, bij <laughs> spijt zullen hebben... van die Vindies nu weer neergezet Die ah, maakt ja. natuurlijk weer een beginnersfout, of niet? Tokio. Ja, uh, goed, uh, goed zijn team... Uh, Verlangde ook langzaam, maar zeker terug naar Nico Rosberg... door over de bordradio naar Nico te roepen. Maar uh, haar, de sfeer is er wel beter op geworden. Ja, een stuk, we, stuk rustiger, inderdaad, denk <laughs> Op de slaapkamer van de Als hij geen en teamgenoot Valt meer op het podium heeft, is hij een stuk Een stuk, uh, stuk inderdaad. <laughs> nee, maar je ziet dus inderdaad dat die Red Bull, hè, die kwaliteit van die Red Bull, is gewoon niet goed genoeg. Maar omdat Max Verstappen zo'n goede is... kan hij gewoon met diezelfde auto waar iedereen het over heeft als slachthouder, verdedigt hij in principe gewoon die tweede plek. We zien een ontzettend, ontzettend. Een man-tot-man -man gevecht tussen Ricardo en Vettel. Ja. Uh, Vettel, Vettel heeft. We hadden het net al even over de pitstopstrategie bij Ferrari. Real banging all the way, zou Olof Mol zeggen. Ja, precies. Ja. <laughs> um, de de, de pitstopstrategie van Ferrari was niet echt spot-on, zullen we maar zeggen. Ze hadden het niet helemaal lekker uh, in orde. Vervolgens komt Vettel natuurlijk terug de baan op achter Kimi. Ja. Kimi die was vanaf uh, ronde drie al te brommen in zijn boordradio. <laughs> dat hij problemen had met zijn uh, bandjes. bandjes en zijn vottel. Ja. En hij had geen ja. versnelling en hij had geen vaart in de auto. Ja. Na de afloop zei hij overigens dat de auto super saai had gereden. Dat vind ik wel ty typisch rijk als dat er gaat. <laughs> um, maar goed, Rijkonen had duidelijk wel een probleem. En hield daarmee Vettel eigenlijk wel een beetje op. Want Vettel kwam er ook niet echt makkelijk langs. Uiteindelijk kwam Vettel er wel langs. Um, en maakte hij best wel. Een, ja, ik vond het wel een kick-ass move hoor. Uh, in een DRS-vrije zone. Want dat is ook nog eens wel. Weet mm -hmm. je. Er was geen, kwam geen DRS bij kijken. Wat natuurlijk in de races van dit seizoen. En van vorig seizoen... Maar ik denk dit seizoen misschien wat minder. Wel een rol speelt. Het feit dat je die achterklep kan opengooien. Die achtervleugel kan opengooien. En wat meer gestart. Speelt pakt. een enorme rol. En dat maakte de laatste tien ronden zo. Ja, maar bijtend. Ricardo zei wel. Uh, Naarlijk dat gevecht. Yeah. Dat Even hebben, maar gaf hij ook wel aan dat die DRS wel minder impact heeft dan vorig seizoen. Hij voelde het minder dan mm. vorig jaar, zei, mm. zei hij zelf na afloop van de race. Uh, en ik denk dat het voor Vettel ook wel gold. Hij was wel echt terecht trots na afloop van een interview. Hij zei: Ik ben blij dat ik Ricciardo DRS vrij heb kunnen pakken. Want het is wel een kick extra voor de coureur dat hij niet vals gespeeld heeft met de, de, de luchtintake. Mm -hmm. uh, nou, hij maakt. Ten eerste gewoon een hele balzie uh, indremmenactie uh, voorbij Ricardo. En vervolgens, uh, Ricardo verdedigt natuurlijk uh, met hand en tand en stand... en alles erop mm. en aan wat erbij komt kijken. Ja, en dan is het banden tegen elkaar. Ja, dan zit je echt op het puntje van je stoel. Uh, en, en ik zei nog uh, voor de race, uh, uh, Vettel is een um, risicootje. Hij is zo rustig en zo kalm in en van buitenaf. En hij is de joviale gast. Tijdens de persconferenties maakte hij, schrijft, maakt hij grapjes. Een hele uitgebreide platencollectie. En een uitgebreide platencollectie, inderdaad. Ja, uh, hij, van, een, hij verzamelt kunst. Ook, ja. Uh, Dat uit, was ik allemaal. En toen zag ik hem vorig jaar een paar keer helemaal uit zijn naad <laughs> gaan in die boordradio. Toen dacht ik: Is dit dezelfde man? Uh, hij heeft ook zijn auto een liefkozend naamje gegeven, dus een hele lieve, rustige man. Maar <laughs> toch heb ik het idee dat hij op een punt staat van imploderen, weet je want Dat is een beetje het gevaar. Nou, je zag hem met het gevecht met Ricciardo, zag je hem ja, band op band gaan. Fantastisch om te zien, spanning op een top. En vervolgens komt hij op Max af. Ja, en is het balen dat Max daar zelf een foutje maakt, want Vettel zet er niet extreem veel druk. Ja, ja, het was denk ik voor veel kijkers ook wel even een schrikmomentje. Want je ziet Max Verstappen niet zo heel vaak foutjes maken. En ik had echt een beetje een hartverzakking. Dat ik dacht, oh nee, hij niet staat onder doen. druk. <laughs> en dat maakte uiteindelijk die tien laatste racegronden ook zo enorm spannend. Omdat je hem over de boordradio ook een beetje in paniek dingen hoorde roepen. Over uh, die, Grosjean ja, Gros waar hij ja. maar niet voorbij kwam. Terwijl als Domme kijker, denk je alleen maar: Grosjean die ligt drie flatgebouwen voor je, man. rij gewoon door. Maar ondertussen zie je inderdaad Ricciardo die gooit gewoon zijn DRS open. Die is gewoon super snel. Die, ja. die is gewoon sneller dan, dan, dan Verstappen. En uiteindelijk probeert hij het natuurlijk nog wel in de allerlaatste alle, alle race ronde. Ook hij een vermactie inderdaad. Ja, of... maar wat, 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 wat mij vooral. En ik denk dat Ricciardo daar ook op in zat. Hij wist natuurlijk ook wel dat hij ja, dat Vettel voorbij was gestoken. Hij met andere woorden, ook Max Verstappen, is menselijk. Mm. Ik denk dat dat de epiphany was. In elk geval voor, voor Vettel uh, deze race. En ook uh, toch wel een beetje voor Ricciardo. Die dacht, ik blijf er gewoon achter zitten. Ik ga gewoon de druk opvoeren. Uh, Max heeft Al eerder een foutje gemaakt, het was trouwens niet het enige. Van Vettel. Jij, jij, zegt: jij, we, zien, we om, zien hem niet veel foutjes nee, maken. Maar nee. in die onboard beelden, het was heel leuk. Sky Sports heeft daar een filmpje van, en misschien moet het even een stukje erbij zetten. Dan zie je uh, Max: Ja, hij, hij is zijn auto gewoon kwijt. Hij is echt zijn auto kwijt. En uh, hetzelfde als vorig jaar in de, in de laatste race in Brazilië, ja. ja, dat hij corrigeert het gewoon. Hij houdt gewoon die auto weer op de baan. En we hebben het niet eens gezien op televisie, het is niet uitgezonden. Maar het was gewoon echt weer zo'n move. zo Even driften, even die kaart weer recht trekken. <laughs> en terug het circuit op. Maar goed, uh, hij gaat hard. En ik denk dat Ricciardo um, uh, ja, gewoon heeft zitten wachten op het foutje van verstappen. Wat ja. uiteindelijk niet kwam. En op het allerlaatst heeft hij toch zijn neus ernaast gestoken. In de hoop van: nou dan ga ik het foutje maar afdwingen. Maar Maxi. Hij uh, maakte hem zelf uiteindelijk. Ja, ja. Maxi had zoiets van: nee, ik krijg wel mijn rij door. Hij gaf zelf aan: mijn banden waren op. En uh, hij zag, ik zag dat Bax zijn banden aan het, aan het uh, afbreken waren. Hij zegt: Dus ik dacht: ja. ik ga een poging maken. Maar op dat moment waren mijn eigen banden al veel te ver weg. En dan ja. moest ik zelf te, anders in de ankers. Uh, ik weet niet, ik weet niet hoe hij het ervaren, maar ik zat echt. Jongens, roep een teamorde. Roep een teamorde, want je kunt het. Nee, joh. Nee. Ah. Ja, natuurlijk denk ik dat wel. Niet, maar niet, dat... Voor Max, niet alleen voor Max, hoor, maar gewoon ook in, de, in het grotere geheel. Vier en nee, uh, drie en vier nee. eindigen. Of niet eindigen. Ah, nee, dat is, ja, dat is zo niet des Red Bulls. En daarnaast, het is een beetje hetzelfde als, als tijdens het voetbal uh, Robben eruit halen. als je tegen Tsjechië speelt. Bosveld erin zetten. Exact. Uh, goede keus. Het zijn de, je moet dat niet doen. Je, moet, je haalt het hele moraal van, van, de, van, de, van de ploeg omlaag. als je op cruciaal moment een speler niet je vertrouwen geeft. En, um, en als, als Red Bull in deze fase van het seizoen. alle worden uit te delen, dan is Ricciardo is pissig. Uh, die, die jongens, die kunnen kunt hartstikke goed met elkaar vinden. Die zijn, die gaan in sommige races gaan ze heel gelijk op. Deze, deze Grand Prix leek Max weer iets uh, natuurlijk voor te liggen op zijn, uh, zijn teamgenoot. Zeker omdat hij hem in het begin van de race uh, ja, vrij makkelijk uh, inhaalt. Ja. Maar ja, aan het eind van de race zie je... het is ook allemaal een kwestie van banden. En, um, ja, en uh, dan wordt het toch heel spannend. Dus ik, nee, ik denk dat het team er heel verstandig aan heeft gedaan... om geen teamorders gewoon lekker laten racen. Uh, die gasten die zijn uh, volgens mij uh, slim genoeg om elkaar niet van de, van de baan te rijden. Ik denk dat zelfs uh, Max uiteindelijk de ruimte had gelaten. Nee, om, uh, om hem er langs te laten. Maar gelukkig, gelukkig, gelukkig uh, was het uh, niet nodig. Maar... En pakte hij gewoon een lekker podiumpje. Ja, ja, die eerste keer dat hij Tweede dat... race van het seizoen. Nou ja, dat is toch lekker om mee te pakken inderdaad. En de eerste keer dat Hamilton, Vettel en Verstappen samen op het podium stonden. Zo. Dat is ook voor Vettel als ik een leuk. <laughs> nou, Vettel had het heel erg naar zijn zin. En ik moest heel erg lachen, want um, uh, er was natuurlijk enige uh, interactie tussen de drie mannen mm -hmm. na afloop van de race. En ik kon duidelijk merken dat Vettel erg blij was met het feit dat hij Max Verstappen gepasseerd was. Mm -hmm. uh, en eigenlijk ook Max in een foutje gedwongen had. Wat ik al aangaf, het feit dat Max ook maar een mens is, dat moet voor Vettel toch wel uh, hoopgevend zijn. Hij laat zich er in elk geval niet door intimideren. Ik moet steeds aan Rosberg denken, die na afloop van, van de laatste race van vorig seizoen wereldkampioen was ja. geworden. En die, die maar bleef miepen over Crazy Max. Crazy Max. guy, ja. crazy yeah. Max. Ja. Hij had bijna tranen in zijn ogen... omdat hij zo bang was voor, voor Max. En uh, Vettel die laat zich daar duidelijk niet door intimideren. En ik denk dat Hamilton nog steeds denkt dat hij, dat hij god is... en dat hij niks met de rest te maken heeft. Dus uh, <laughs> die stond uh, op het podium heel uh, amicaal... Uh, uh, Max er even bij te trekken. Zo van, uh, ja, this guy. En, uh, en uh, ja, we moeten... Hey, uh, we moeten nog even de race terugkijken. Want uh, we moeten even kijken hoe hij die, die inhaalacties weer, ja. uh, weer gedaan heeft. Waarop Vettel hem echt aankeek. van, gast, ik heb hem ingehaald vandaag hoor. <laughs> ik weet niet waar jij zat. Maar ja. <laughs> ik weet dat hij te kloppen is. Hmm. Dus uh, nou ja, goed. We uh, moeten afwachten. Ik, ben, ik denk wel... Dat de titelstrijd dit seizoen echt tussen Vettel en Hamilton gaat. Ja, die kans is wel vrij groot. Met name Dat omdat de Ferraris uh... gewoon wel echt heel sterk zijn. Zodra het allemaal binnen het reglement gebeurt. Uh, ja, verwacht ik dat dat de race gaat worden van dit seizoen. En heeft Hamilton gelijk als hij zegt dat dit misschien wel de spannendste F1-strijd uh, kan worden die hij een jaar heeft meegemaakt? Ik ben heel benieuwd. En wat we vorige Grand Prix al zeiden, uh, is dat het heel erg lang geleden is dat Ferrari een kampioen heeft gehad. De laatste ja. keer was met de Rijkonen. Nou ja, die zit nog steeds wel bij dat team. maar. Het is ook zo'n beetje de laatste keer dat Rijckonig nog op een podium staat heeft. van mij. Geval. Of in ieder geval een race gewonnen heeft. Datzelfde jaar. Dus, dat is al wel weer een tijdje geleden. Maar 2008, het zal niet, 2008, zal niet zo lang uh, geleden broed. zijn. Nee, hij heeft nog wel redelijk meegedaan. Maar nu is ja, het is toch ja. uh, niet meer de, de sterkste van de twee. Nee. Het, nee, het zal tussen de Ferrari en de, en de Mercedes gaan. Opvallend is dat, dat beide auto's heel dicht bij elkaar zitten. Dat beide teamgenoten nog best wel issues hebben. Ja. Dat de Red Bulls... Eigenlijk het helemaal zo slecht nog niet doen. Want vorig seizoen was het echt die zilveren Mercedes die verdwenen zo'n beetje aan de mm, horizon. Ja. Die zag je gewoon niet meer terug. Die zette het hele veld op een rondje aan de start van het seizoen. En nu zit, zitten die drie teams gewoon al best wel dicht bij elkaar. Ja, heeft ook veel te maken bij Red Bull. En dat, dat is een beetje onderbelicht gebleven van afgelopen weekend. Mm -hmm. Dat Red Bull de strategie wel op orde heeft. En dat is de tegenstelling tot eind vorig jaar. Natuurlijk Max is daar halverwege het seizoen bij gekomen toen. Uh, je merkte gewoon dat er dan... In het, in het team, toch wat onbalans is en toch wat af en toe wat gekke keuzes worden gemaakt. Ik vind het nu heel grappig om te merken dat uh, we, we, we zagen de foto's terug van na de, na de race. Max die met zijn teamgenoten, met zijn coureur, met zijn uh, monteurs stond te vieren. Ze ja. zijn allemaal jonge gasten. Het zijn ook allemaal mensen die nu vanaf het begin van het jaar met Max gewerkt hebben. Ja. Uh, en dus is die strategie uh, lijkt ook meer op zijn plek te vallen. Um, dus ik denk dat dat ook wel zo'n uh, zo bijdrage levert aan het verloop van het seizoen Ik weet niet of ze, ze krijgen pas in Canada de nieuwe motor, uh, begreep ik Dat is echt nog wel een eind weg ja. Dat betekent dat ze nog wel echt flink zullen moeten gaan strijden uh, om de punten Om niet te zorgen dat ze niet te weer achterop komen in de loop van het seizoen ja. Wie denk jij dat de kampioen wordt Ik, ja, ik denk toch Hamilton weer Echt? Ja, maar het, het is, ik bedoel, ik ben ook niet de grootste fan van Hamilton. Als het gaat om zijn persoonlijkheid. En ik weet dat het een grote PR-show is... dat hij afgelopen weekend Max er zo bij trekt. Er zijn heel veel Nederlanders fan van Hamilton. Ja, niet? nou ja, dus dat echt, respect, hij ligt, respect hij daarvoor. Hij veel populairder ja. dan Vettel hier in, in, in Nederland. In ook dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat zijn allemaal keuzes die je kunt maken inderdaad. Uh, en ik denk, ik denk echt dat... Ik snap dat het misschien niet de meest populaire keuze is... maar die man is zo ontzettend goed. Mm. En ik denk dat iedereen... Uh, uh, zich vergist in het feit dat het dat het niks zo moeilijk is als aan kop rijden. Met 20 seconden voorsprong. Mm -hmm. en, en niet weten waar je aan toe bent, behalve de mensen die je portradio af en toe vertellen wat er aan de hand is. Je moet super geconcentreerd blijven. Je moet mm -hmm. echt volle gedachten erbij blijven. En dat vergt ook heel veel van een coureur. Uh, en dat wordt vaak nog wel eens een beetje vergeten. Van oh, hij heeft weer makkelijk, hij heeft lekker voorop gereden in de schone lucht. Schone lucht is dit jaar ook in één keer een item. Hè? Mm -hmm. um, uh, want hij heeft lekker veel schone lucht gehad en hij heeft lekker vooruit kunnen rijden. Maar je merkte uh, ook deze race weer, als Vettel dichterbij komt, en hij komt op die 8 seconden, 4 seconden, 6 seconden. Uh, dan, wordt, dan wordt hij ook. En, uh, en dat heeft alles te maken met het feit dat hij eigenlijk al twee ja. jaar lang aan kop rijdt. Hij is enorm uh, daarmee bezig, want hij was, er was erg veel radiocontact tijdens de race. Hij zei na afloop dat hij zelfs de race had kunnen uitrijden op de banden die hij had, dat zijn pitstop eigenlijk voor de reserve was om. Uh, maar bij het terugkomen op de baan had hij inderdaad vier seconden ingeleverd op Vettel. Waarvan hij zich afvroeg, waar komt dat nou vandaan? Die gast die komt dichterbij. Nee. En vervolgens ging hij nog even, ik weet niet hoeveel snelste rondes neerzetten. Nee, afwisselend met Vettel. Uh, met andere woorden, hij zat wel degelijk heel erg te pushen. En uh, wilde Vettel totaal niet nou ja, Op het moment dat hij zijn laatste pistopad had gemaakt... reed Rijkonen tweede op 26 uh, seconden. Dus hij kwam de baan op met vier seconden voorsprong op Rijkonen. En vervolgens zag je in een keer een uh, paar rondjes later... hoorde je in een keer acht seconden Vettel. Dus dan denk je ook van waar komt Vettel ineens vandaan? Ja, en dat las ik. En dat vond ik ook nog wel interessant. Dat uh, hij had eigenlijk al eerder moeten Pitten had hij betere banden gehad. Maar ja. het team was bang dat hij dan net achter Rijkonen op de baan zou komen. Exact. En dat het Rijkonen hem gaan ophalen. Hij moest die Delta halen. Hij moest die delta dus hij, halen. Moest, hij moest gewoon helemaal los zijn. En dan voor ja. de veiligheid nog even nieuwe bandjes. En dan, maar goed, ik vind het allemaal zo saai. Hey, even voor mijn terugkeer in onderwerp. Ja. Uh, want even voor de afsluiting. De Battle of the Spanish. Vond ik uh, dit jaar. Uh, we hebben het vorige week al even gehad over mijn grootvriend Alonso. Ja. De, de koning van de. Alonso is een beetje fascinatie van jou. De, de koning van de fotobom. De hij is uh, uh, meer aanwezig dan ooit. Alonso dit weekend weer in een echt hele brakke auto, gewoon in de punten. Man ja. regen gewoon zevende, zesde, achtste. Ik zeg, het is niet laat om Bottas en. Uh ja, die, gewoon nog om te wisselen Alonso die Bottas die is gewoon heel lief voor Lewis en dat blijft gewoon ook zo. Ik heb het niet op dat soort. Maar Alonso, dus even laat ik, laat ik beginnen met Sains. En Sains vind ik een jonge, jonge, talentvolle coureur uh, zit bij Toro Rosso, was natuurlijk teamnootje van Max vorig jaar. Uh, Maakte de gok dat je deze race om op sliks te beginnen als enige. Aan de start, Nou, dat hebben we met z'n allen kunnen zien. Uh, zoals uh, uh, weet je het ook weer noemde uh, Do door een bos. Hij noemde het, het koffiemolentje. Rum, 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 rum. Uh, dat ging natuurlijk geen kant op. Uh, vervolgens uh, was hij wel de bocht door. Uh, gleed hij nog eens een keer van de baan af. En uh, reed hij heel voorzichtig nog een stukje van de muur af. Die had niet de meest gelukkige start van, uh, van de race. Maar eindigde uiteindelijk op een hele keurige zevende plek. Hm. En weet je wat ik zo meestelijk vond? Hm. De boordradio na afloop. Tegen Frans Toost, de hm. baas van. Uh, van Red Bull. Of van Toro Rosso. En ik denk dat jij was. Frans, I will never forget the look on your face when I told you I was starting on slicks today. <laughs> nee, oh. Dan ben je een held. Dan ben je echt een held. Dus Carlos Sainz, pluspunten. <laughs> Plus uh, pluspunten Pluspunten, duimpje omhoog voor Carlos, ja. uh, voor, voor Carlos, Carlos Sainz uh, deze race. Ja, en Alonso, nogmaals. Ik, ik heb gewoon heel erg te doen met, uh, met een coureur die gewoon in zo'n auto... Ik bedoel, er zitten twee hamsters in die auto. Daar heb ik al gezegd, stof, bij Stoffel waren ze weer... Uh, <laughs> Best, ga ik nog gewoon zo. Maar bij Stoffel waren ze ook uh, uh, vrij snel op die hamsters. En bij Alonso, die pest gewoon alles uit die auto. En hij rijdt gewoon op een gegeven moment 6, 7. is gewoon zonder dat hij dan een uh, versnellingsbaksprobleem, volgens mij uh, uh, moet hij dan nog de auto parkeren. Deze keer gelukkig op een iets betere plek dan de vorige reis. Nou, één laatste dingetje nog van mijn kant dan, dat had ik echt niet wil vergeten. Is het beste spandoek van dit weekend. Mm -hmm. um, voor onze grote vriend Stoffel van Doorn. Op de Grand Prix van China. Grote spandoek. Daar gaat hij? The Flying Waffle is unstoppable. Nee, <laughs> je niet. Ik zeg duimen in de lucht voor mensen die dat betekenen. Heerlijk. Oh, mijn god. Ja. Goed. Nog. Uh, The Flying hey, Waffle. Ja. De Flying Waffle. Ik, uh, ik ga hem onthouden. Of niet? Kijk, kies ervoor. Of, of niet. Het is nog. Uh, Een paar nachtjes slapen, Een ja. paar nachtjes slapen en dan gaan we naar Bahrein. Oh. En zal ik jou eens iets heel leuks vertellen over Bahrein? Nou? Die race wordt verreden sinds 2004. Mm -hmm. Er zijn twaalf Grand Prix geweest. Ja. En van die twaalf zijn er tien gewonnen... door de uiteindelijke wereldkampioen. Kijk. Dus... Met andere woorden. Met andere woorden. Als Sebastian Vettel volgende week de Grand Prix van Bahrein weet te winnen... Ja. is de kans aanwezig... Dat hij gewoon wereldkampioen wordt. Dat vind ik wel heel ver gezocht. Dat zou het zijn. hè? Ik moet een beetje denken aan die octopus van de WK-finale. <laughs> Als de octopus uit het ene bakje eet dan wordt sprak. Uh, Lach maar. De enige twee keer dat het niet gewonnen werd. Um, uh, door de uiteindelijke winnaar. Wereldkampioen, ja? wereldkampioen. Was het wel um, degene die heel dicht bij het wereldkampioenschap zat. Het was één keer Alonso. En volgens mij ook één keer Vettel. Hmm. Die dus allebei de race wonnen en uiteindelijk net geen wereldkampioen worden. Met andere woorden, de race wordt sowieso gewonnen. door iemand die mee gaat doen om de strijd om de wereldtitel. Vorig jaar werd die gewonnen door uh, Rosberg. Ja. Max Verstappen reed vorig jaar nog in een Torre Rosso ja. op Bahrein. En wist toen al een zesde plek te halen. Kijk. Met andere woorden, dat belooft wat voor. Uh, komend weekend. Komend weekend. Wat uh, verder leuk is, is is een nachtrace. Dus het is uh, st Avond, ja. stikken donker. Nou, het is echt best wel laat. Ja. Ja. En um, er staan ik weet niet hoeveel uh, totaal niet energiezuinige gloeilampen langs uh, de baan om dat hele feestje te verlichten. Uh, maar goed, daar heeft de, de Via Malingen aan. Ja. Dus Lens toestemming vragen aan zijn ouders om te mogen rijden. Ja, ja. <laughs> maar één troost, als hij vindt, dan krijgt hij in afloop gewoon alcoholvrije uh, bubbel. Ja, ik zeg niet jippie, wat we gaan doen. bubbels. Ik zeg, ik zeg niet wat we gaan doen, maar neem je Race mee. Ja. ja, precies. Nou, de kans dat Lens een Race uitrijdt, die is. Uh, dat is al janneke bubbels moment. waard inderdaad. Precies, ja. die is op dit moment nog niet zo heel groot. Um, dus uh, nachtrace. En. Um, ja, ik, ik kijk er altijd wel naar uit. En wat natuurlijk bij Begui altijd het verhaal is: het ligt midden in de woestijn. Dus heel veel zand. Zand op de baan. Oké okay dan. Dat vind je anders dan regen? Zand op de baan. Ja, nou, ik vroeg me dat in: is zand het nieuwe regen? Want als zand het nieuwe regen is, dan is dit weer positief voor Mark van Je hoort, ik ben heel positief over de kansen Goed. van iedereen. Wiens kansen niet zo heel erg groot zijn. Binnenkort op een tegeltje bij u in de buurt is zand het nieuwe regen. <laughs> Volgens mij hebben we hem zo regen. opstaan. lijn, wat denk jij? Uh, volgende week zijn wij we er weer. Dat vind ik heel erg leuk. En ik vind het ook heel erg leuk dat jullie naar ons luisteren. Wij vinden het leuk om over Formule 1 te babbelen en daar ook over te schrijven. Check vooral uh, nummers.nl, uh, want deze week hebben we weer een hele mooie voorbeschouwing klaarstaan van onze columnist Koen Vergeer. Die vooruitblikt op de Grand Prix van Bahrein. En ja na afloop van de race, dan zul je ons weer horen in deze podcast. Kunnen wij weer in de microfoon? Heb je nou reacties? Laat het dan gewoon anders weten. Dat kan natuurlijk via Twitter en alle andere social media waar je ons wilt bereiken. kan ook via Facebook. En wat ook leuk is, als je ons tegenkomt in de iTunes Store, geef ons even een ratingje En dat doen ze daar niet met duimpjes, maar doen ze met sterretjes. En het aantal sterretjes wat jij geeft, dat geeft ons weer een indruk van hoe goed we het doen. Doen we het nou echt heel slecht? Dan kun je gewoon twitteren naar mijn partner in crime, Ed Marjolein. Of naar mij, Eetje-Oanvoet. En heel graag tot volgende week.